zoek hier 4 microfoons. Ik heb er maar 1 nodig. Maar waarom die 4 u staan, zal ik u gauw uitleggen. We hebben in het begin van dit seizoen als een vocal groep uit Amerika gehad. Misschien herinnert u zich dat nog, in de kerstshow. Dat waren de Pied Pipers, destijds beroemd geworden bij het orkest van Tommy Dorsey. Later, toen in de uitzending in Almelo, hadden we de Four Freshmen. Mensen die ook muzikanten zijn, die instrumenten daarbij bespelen. Maar bovenaan mijn lijstje stond eigenlijk al jaren een groep waarvan ik dacht van, als we die nou ooit eens een keer naar Holland kunnen halen, dan zou ik daar toch wel zeer verguld mee zijn. Ik wist dat ze in de 50 en 60 jaren triomf hebben gevierd, hebben nog oude plaatjes van in de kast liggen. Toen heb je een hele tijd meer niets van ze gehoord. En die schetste mijn verrassing eigenlijk vorig jaar, toen ik ineens een plaat kreeg toegestuurd, die ik dan ook inmiddels grijs heb gedraaid voor de radio. En die heette The High Lows Back Again. Toen dacht ik, ze zijn er weer. En zou ze kunnen optreden of zijn ze alleen maar in de studio? Dat bleek eigenlijk zo te zijn. Ze treden alleen maar op in de studio om platen te maken. En komen dan zo'n 2 maal per jaar bij elkaar. Toen hebben we ongeveer een half jaar zitten goochelen wanneer die datum dan wel zou vallen dat ze weer een plaat maakten. En dat we ze bij elkaar hadden. Dat is in mei. Vandaar dat we hebben gezegd, nou, als jullie dan toch een plaat aan het maken zijn, kom dan. U ziet dus niet 4 mensen in smoking. Want ze zitten altijd in de studio te werken. Dus gelijke kleding is er niet bij. Dat maakt het juist voor leuk, vind ik. Ze komen hier en ze zingen. Het is echt de hogeschool van de zangkunst. Meer kan ik er niet over zeggen. Ik ben vreselijk blij dat ze er zijn. En ik hoop u ook, dames en heren, de High Lows. Georgia. Thank you.
just an old sweet song keeps Georgia on.